Daar zit een stem op de achtergrond die ik niet gehoord heb. Die zit nu in het origineel. Soms als ik ga zingen, doe ik even ha voor de toon. Hoor je dat? Die ben ik vergeten eruit te halen. I know where I belong, but I don't know the road. I heard it's tough and long, and no one walks alone. Ik heb Directions gemaakt in... Ik kan het gewoon zien, het staat hierbij. Aanmaakdatum. In maart. 25 maart. Dat is echt al vet lang geleden, man. Holy. Het hele liedje begon met dit geluid. Maar dat vond ik een beetje te lelijk klinken, zeg maar. Dus ik heb daar een filter overheen gezet. En nu klinkt het zo. Vet gaaf, toch? En eigenlijk om dat geluid heen heb ik alles gebouwd. Nou, dat gaat bijna het hele liedje door. Ik wilde deze keer echt een hele bouncy beat, weet je wel. Eentje waarvan je gaat meetikken en bewegen en zo. Dus ik heb een heleboel kleine frutseltjes overal toegevoegd. Zoals... Doordat het heel levendig wordt. Dus als je hem hoort, dan denk je echt, oeh, yeah. Tenminste, dat heb ik. Ja. Meen je dit? Volgens mij heb ik hier ook een stukje vergeten te knippen. Ja. Dat heb ik ook nog niet. Ja. Oh, nou, weet je, dat maakt het ook levendig, hè? Professioneel. Je hoort die geluidjes niet echt, maar je voelt ze meer. Dus het is echt, je krijgt een beetje dat, oeh, yeah. Tenminste. Volgende stukje. Vanaf het tweede couplet heb ik een gitaar erbij gedaan. Om het toch een beetje in ontwikkeling te houden, het liedje of zoiets. Dus vanaf het tweede couplet. Ik heb hier echt een gaar effect op gezet. Bouwt die op. En dan valt hij helemaal weg. Want in het hele liedje gaat het over dat ik alles wel weet, maar eigenlijk weet ik het niet precies. Dus ik dacht, als ik een heel kleine refrein heb, dan voelt dat wel goed zo. In de bridge heb je echt een beetje de breakdown. Dan vertel ik eerlijk van, ja, hoe cool het ook is. Soms weet ik het ook niet zo goed. Dus ik heb eerst zeg maar heel gevoelig. En dan komt die klapper in en dan komt... Die oplossing! Ik vind dat zo cool. Ik denk dat ik dat het coolste vind van het liedje. Op het einde na, en daar zijn we nu. Want hij bouwt hier aan het einde van de bridge op. En eigenlijk had ik daar weer gewoon een heel klein refreintje, maar dat paste niet. Dus ik dacht, oké, weet je wat, nu laat ik hem gewoon losgaan. Wat ik hierbij heb gedaan is zo'n piano die een laag octaaf. En dat geeft het echt een beetje dat epic sound, vind ik. Daarnaast heb ik een soort koortje nog erbij. Hey, dus dan krijg je totaal dit. Trouwens nog één grappig dingetje hier. Ik dacht, weet je, ik probeer iets nieuws. Toen heb ik mijn schrift gepakt. Ligt hier niet. Een schrift gepakt en heb ik over het papier gewreven. En dat heb ik gewoon op de achtergrond gezet. Hoor hem nu? Nee. Voeg toch een soort clean, of een soort beweging toe, waardoor die levendiger wordt. Directions is nu overal uit. Ik ben super trots op het eindresultaat. Ik hoop dat jullie het tof vinden. iTunes, Spotify, links staan allemaal in de beschrijving. Hij komt ook op mijn YouTube kanaal. En dank jullie wel voor het kijken, voor het streamen, voor het liken, voor het volgen. Op naar de volgende.